je lang achter je bureau, dan beweeg je best regelmatig. Gemiddeld heb je na 1 uur werken nood aan beweging. Met 3 eenvoudige compensatieoefeningen voorkom je klachten en blijf je fit achter je bureau. De rug. Compenseer je voorovergebogen houding door je handen op je bekken te plaatsen en duw deze langzaam naar voren. Ga tot het einde, maar zorg dat je geen pijn voelt. Keer nadien rustig terug. Doe de oefening ontspannen en herhaal 3 tot 5 keer. Zo kan je onderrug er weer helemaal tegen. De schouders. Doorgezakt zitten en werken met een toetsenbord zorgen ervoor dat je schouders snel te veel naar voren zakken. Plaats je handen achter je, strek uit en draai je bovenarmen naar buiten om je schouders naar achter te trekken. Ga tot waar je kan en keer terug. Herhaal dit 3 tot 5 maal. Ontspan en geniet van de stretch. De nek. Een beeldscherm werkt als een magneet voor je hoofd. Doordat je ogen gefocust zijn op het scherm, zakt je hoofd voorwaarts. Je kan dit compenseren door je hoofd terug meer naar achteren te plaatsen. Let erop dat je kin naar je keel toe gaat om de regio tussen nek en hoofd volledig te openen. Duw hiervoor met je vinger op je kin. Dankzij deze 3 eenvoudige oefeningen compenseer je langdurig zitten en vermijd je klachten. Happy moving!